Rupert. Rupert, dat was een hele lieve, een hele gevoelige jongen van 14 jaar oud uit een heel warm nest. En Rupert, jongen, die hield van het leven. Hè. Iedere dag als de zon opkwam, dan was Rupert hartstikke blij, want dan was er weer een nieuwe dag aangebroken. Maar toch was Rupert altijd alleen. Op school ook zat hij altijd helemaal alleen, zo in een hoekje van de kantine, zo zijn boterhamtjes op te eten, zo. En het was helemaal niet zo dat de andere mensen, ja, dat die Rupert onaardig vonden of zo, dat was het helemaal niet. Maar hij was nogal lelijk en daar kon hij niks aan doen, maar hij had een hele moeilijke huid. En, ja, maar weet je wat zo erg was? Op zijn lippen, dat zat rondom helemaal vol met zweren. Ja, daar kon hij niks aan doen, dan had hij zo zijn boterhamtjes zo. En zolang hij zo at, was er niks aan de hand, hè, zo. Nee, maar dan lachte hij en dan... Oh. Ja, dan liep die pus hier zo naar beneden, zo in die... Oh, en dan wilde hij niet dat iemand dat zag en dan snel zo... Oh man, arme Rupert. Ja, en hij zat op de middelbare school, maar daar voelde hij zich ook helemaal niet thuis. Want dat was een ontzettende kakschool, was dat. Er zaten van die jongens op zo van... Mijn vader heeft zijn open Mercedes sportwagen. En dan rijdt hij elke dag naar zijn werk. En later wil ik net zo als mijn vader. Zo'n school was dat, hè. En Rupert was altijd alleen. Nou kwam er... Ja, nee, dat heb ik af en toe dus. Nou kwam er op een goede dag op de school waar Rupert zat een nieuwe lerares. Juffrouw Liesbeth. En deze juffrouw Liesbeth, die was mooi. Mooi. De figuur, jongen, hier had je zo die taaien mee. Taaien. En had je hier had je zo die heupjes, weet je, die heupjes zo. En had je hier zo. Hier had je zo die... Oh man, die... Oh, die billen, weet je. En bollenbilletje, zo lekker bollenbilletje. Ja, lekker een knijp, gewoon niet hard, zacht knijpen. Kijk dan. En als ze van die hele mooie lange benen, zo'n heel zacht buikje, en dan van die pronte borstjes met van die tepels erop. Ja. Ja, die moeten erop, hè, anders is het geen gezicht. Dan is het alleen maar een beetje... En als ze zulke lippen... En zij sprak zoals Ben Webster saxofoon speelde met heel veel valse lucht. Ah, ik ben je van Liesbeth. Oh man, geen man ter wereld kon daar weerstand aan bieden aan die vrouw. Als je naar haar keek, jongen, dan had je het gevoel gewoon... Ja, het gevoel dat je zo... Dat je zo... Dat zo ingezogen werd. Oh man, kutwijf, man. Damn. Nou, de eerste dag dat zij op school kwam, toen keek ze zo die kantine rond. En toen zag ze daar in het hoekje Rupert zitten. En deze vrouw, deze bloedmooie vrouw, ging naast Rupert zitten. En niemand begreep het van, ja, Rupert helemaal niet. Die zat gewoon lekker, hey, wat? Gewoon helemaal kapot. Maar zij vond gewoon, ja, iemand hoeft er niet alleen te zitten. Alleen omdat hij lelijk is. En iedere dag ging juffrouw Liesbeth weer naast Rupert zitten. En dan spraken ze samen over, wow, van allerlei onderwerpen. En ach, dan at ze wel wat later. Ja, en Rupert, dat was een puber, hè? Dat was een zweterige puber van 14 jaar oud. Dus ja, het onvermijdelijke gebeurde. Rupert werd verliefd. Rupert werd verliefd op juffrouw Liesbeth. Maar hij was zo verlegen, echt. Hij durfde er nog niet eens echt aan te kijken. Nou, na school, als iedereen naar huis ging, dan bleef Rupert altijd een beetje op school rondhangen, want thuis had hij toch niks te doen. En zo liep hij op een dag door het gebouw te dwalen. En toen kwam hij bij de gymlokalen. En daar hoorde hij allemaal geluiden. En Rupert die doet die deur open, hij kijkt naar binnen en... En daar midden in het gymlokaal zag Rupert juffrouw Liesbeth helemaal naakt. En ze was niet alleen. Ze was met Hugo. Nou, en Hugo, dat was de grootste en sterkste jongen van de school. Hè? En juffrouw Liesbeth die lag zo achterover op dat turninstrument, hè? De kast, weet je niet, dat bruine ding waar je vroeger zo tegenaan en knalde. Zo, hè? Dan lag zij achterover, lag ze daarop. En die Hugo, op één hand had hij zo onder de hoofd. En met die andere hand ging hij zo heel zachtjes over dat lichaam. En dan gaf hij er zo een van die hele natte tongzoenen. En toen stak hij zijn wijsvinger en zijn middelvinger in zijn mond.
En dan ging hij zo heel zachtjes mee tegen haar clitoris. Ja, zachtjes, hè. En Rupert zag dat allemaal gebeuren en Rupert dacht, dat durf ik nooit. Dat durf ik nooit, dacht Rupert, moet je kijken wat Hugo allemaal doet, dat durf ik helemaal niet. Maar ik weet zeker, dacht Rupert, dat ik een betere man voor juffrouw Lisbeth ben dan Hugo. Ik weet zeker dat ik meer van haar hou, maar ik moet laten zien uit welk hout ik gesneden ben, dacht hij. Ik moet laten zien dat ik een man ben. En een week daarna gingen ze met de hele school op een zeilkamp. En tot ieders verbazing ging Rupert mee, want ja, normaal gesproken ging hij nooit mee, hè, met dat soort dingen. En zeker niet als het op zee was, want dat zoute water is gezeerd, jongen. Maar Rupert was van de partij. En toen ze op volle zee zaten, waren ze Rupert kwijt. Waar is Rupert? Heb jij Rupert gezien? Nee, ik heb Rupert niet gezien. Rupert! Rupert! Maar ze hoefde niet laten zoeken op potsen op iemand. Daar! En helemaal boven in de mast, daar hing Rupert. Ah, het kan me niet meer schelen! Het kan me niet meer schelen! Rupert, kom naar beneden, Rupert! Kijk uit, Rupert, straks val je nog, Rupert. Het kan me niet meer schelen, het kan me niet meer schelen. En daarvoor scheen juffrouw Lisbeth. Rupert, kom naar beneden, Rupert. Kom naar beneden, Rupert. Juffrouw Lisbeth, ik hou van u. Zonder u ben ik niet verder. Ik hou van u. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Hou ik van u. Oh, kom naar beneden, Rupert. Ik hou ook van jou. Kom naar beneden, dan zal ik je laten zien hoeveel. Ja, en dat was te veel opwinding voor Rupert. Hè. En even liet hij zijn handen los en dondert zo de zee in. Man overboord, man overboord. Juffrouw Lisbeth trok alle kleren uit, dook hem achterna in de kruwel, pakte hem bij zijn kladden, sleet hem aan boord, pompte het water uit, sloeg hem. Hij ademt niet meer. Ja. Ze hadden allemaal een EHBO-cursus gehad. Maar gelukkig. Daar verscheen juffrouw Lisbeth. Ze knielt naast Rupert neer. Ze legt haar hand onder zijn hoofd. En echt, ze mocht hem heel, heel erg graag. Oh, maar godverdomme man, hij. Maar ze vermande zich. Ze haalde diep adem. En ze kot zijn hele bek vol. Maar met een antiperistaltische impuls mikte Rupert de hele handel terug. Recht in het gezicht. Hij opent zijn ogen, ziet dat juffrouw Lisbeth onder de pus de kots in het zeemer. En hij dacht, we zijn gelijk. En hij nam juffrouw Lisbeth in de armen, kuste haar vol op de mond. Scheurde zich weer los. Stak zijn arm in de lucht en riep, nu ben ik een man. En hij glauterde weer boven in de mast. En daar, boven in de mast, uitturend over de verre zee, zong Rupert zijn lied. Lailalai. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la